Maar de heksten zijn toegelicht. We vragen de fokkers en eigenaren uitkomen om zich op te stellen bij de hengst. Graag naar de toelichting voordat de heer ondergelopen wordt. Fokkers, eigenaren in de ring. Ja, dames en heren, dan gaan we kijken naar de eerste geprimeerde hengst van vanmiddag. En dat is catalogus nummer 716. Dat is een nakomeling van de hengst Celli, die de laatste Verenigde Oorlogen trofee op zijn naam is geschreven in de bos 2 jaar geleden. En moeder Helga is een sterdochter van Sisandro. Grootmoeder Petra is een sterpreferentenmerrie van Koblenz. Uit de stam komen onder meer de goedgekeurde hengst Aquarel en het concoursbaard Jack Sparrow. In catalogus nummer 716 is een tuigtypische, langgelijnde hengst met een rijke voorhand, een heel mooi front, een geweldig mooi schoftalent en een hele mooie lange schouderpartij. En de rug is iets week, maar de hengst beschikt over een sterke lendenpartij en een hele mooie, lange kroep. In beweging klimt de hengst er zeer goed in. Het voorbeengebruik is hoog en grijpend en het achterbeen wordt goed gebogen en sterk ondergebracht. Het verwantschapspercentage van de hengst is laag tot gemiddeld. Proficiat van de eigenaar en veel succes tijdens het verrichtingsonderzoek. Of de fokker zijn er weer de gaten in de hulde betrekken. Gevokt door H.H.J. Tonnaar uit Esselstein. Bezit van de broers van Manen en Jan Thijs, nummer 716. René van Torsten, een hele mooie cheque in de handen. Ze aangeboden door de vrienden van het KWPN, vanuit de stichting Vrienden van het KWPN, worden aan de premieheksten die KWPN geregistreerd zijn, maar wat de fokker op dit moment lid is van het KWPN, fokkerspremies uitgereikt. Dat is in dit geval een bedrag van 1000 euro. Proficiat. Mooi scherpom. Dus de premie uitgereikt en dan gaan we afstarten met de eerronde van de nummer 716 van Icelli Sisandro. Ga nu maar. Hulde nog van het jurykorps Oscar T. Gevokt bij de familie Tonnaar. Broeders van Manen Jan Thijs, eigenaar Oscar T. van Icelli Sisandro Koblenz, achterban. Daarachter dacht ik nog Cambridge Call en Proloog en Floriant. Dan zijn we nog een beetje. Dus de eerronde zou ik zeggen. Ga nu gang. Muziek van de Wehrmacht loopt aan. Zet daar komt die dames en heren. Eerst Oscar 2. Ja, voor een balletjes muziek is heel anders. Natuurlijk klap even mee. Ik zou zeggen, mensen die hier zijn, laat het je horen. En de volgende. Wachten binnen. Mooi, hè? Ja. Altijd spektakel met die dag, maar die spreekt af in een rondje, maar ze maken de weg. Maakt niet uit. Nee. 723 is binnen. 723 Onana. Fokkers geregistreerd hebben de Groot Riesenburg en A.J. Wouters in de kasten. Zonbal, Aardel, Unico, Marvel. De eregalerij van het KWPN, de premiehengsten. Zodra de fokkers eigenaar erbij, maar eerst natuurlijk de toelichting van Lammertel,
voorzitter van Eindse Keuring, Gomez. Voor u ziet u staan catalogus 723. Ik kan het ook anders opdraaien. Catalogus nummer 723, die kijkt naar u. Want zelden hebben we een paard voor onze neus gekregen met zoveel front die eigenlijk spreekwoordig gezegd overal overheen kijkt. Nog steeds fris. Catalogus nummer 723 is een nakomeling van de schimmelhengst Idol, die zelf succesvol in de sport wordt uitgebracht. En Idol is afkomstig uit de bekende merrie van Kees Bassa uit Beest. En moeder Alice van Unico voert de predicaten keur en sport en heeft zelf verdienstelijk gepresteerd op het koersveld. En grootmoeder Widono is sterfreferent en is een nakomeling van Marvel. En daarmee voert catalogus nummer 723 ook een vleugje American Saddlebred Brett Brooks. Ja, catalogus nummer 723 is een zeer rijk geleide hengst die zeer tactisch gebouwd is en zeer goed in het rechthoeksmodel staat. En daarnaast beschikt de hengst over veel schoft en een hele mooie schouderpartij. De voeten zouden nog iets meer ontwikkeld mogen zijn. In beweging klimt de hengst er zeer goed in, toont daarbij heel veel actie in het voorbeengebruik met een groot zweefmoment waarbij het achterbeen ruim voldoende tot dragen komt, maar als je er iets van zou willen zeggen, zou het misschien nog iets krachtiger ondergebracht mogen worden. Het verwantschapspercentage is laag tot gemiddeld en we zien uit naar de presentatie van tuig tijdens het verrichtingsonderzoek. De felicitaties voor Fokker en voor de eigenaar. En heel veel succes. Dank u wel, Martel. Onana Brevi Hengst, de band bij de familie De Groot en de familie Wang. Dus, en die zijn er. René van Klooster treedt naar voren. Zal de check uitreiken van de vrienden van het KWPN. 1000 euro voor de Fokkers. Prachtig paar van de stichting Vrienden van het KWPN. Zet een paar voorwaarden aan verbonden. Premier moet de registreerd zijn binnen ons standboek. Gevallen moet de lid zijn van het KWPN op dit moment. Ja, dat is goed. Middels de fokkerspremies die jaar rond worden uitgereikt binnen de diverse fokrichtingen. Zowel bij sport als bij fokkerprestaties ondersteunen de vrienden van het KWPN. De KWPN fokkers. Daar is het paardje compleet. Mooie tijd voor de fotografen. Zopal, Idol, Mal, Unico, Marvel, Opa. Premiest. Nou, als we even mooi op de plek gaan staan die daarvoor gereserveerd is, dan kunnen de fotografen dat iets mooier vaststellen. Ik sta even iets een beetje richting de fokkers. Anders kunnen we hier op de fokker zetten, mensen. Iets meer richting de fokkers bij de hengst. Nou, komt allemaal wel goed. Het duurt even. Prachtig resultaat, Onana aan de tweede premiehengst hier vandaag. Die tijdens een geweldig zien. Zodat ik nog een mooie eer ronde. Kijk even naar de fotograaf hier achter mij. Lukt het? Ja? Goed. Vangers, eigenaar Provisiat. Dan is het tijd om de eer ronde te lopen. Met de zoon van Arnold. Hier is Onana. Muziek van. Als er dan nog duifpaard liefhebbers zijn hier, het publiek mag niet, maar er zijn hier fokkers, er zijn hier eigenaren. Dat doen we nog even mee. Ja.
de laatste, kom binnen. Seconde 28 wachten op Brian H.J. Van Benje Bloemert Staphorst. De stemopname van Frank Sagers in deze club. Brian H.J. Zogan, Kate BFT, dan Mano en dan de Hun Novo. Dit is een nakomeling uit de eerste jaargang van Kate BFT. Kate BFT presteert zelf zeer gelijkmatig in de sport. En moeder Ulinda is een stepdochter van Manno. Uit de Keurberry en Renovo dochter Molinda, die zelf eveneens goed heeft gepresteerd in de sport. En catalogus nummer 728 is een opvallend sterk gebouwde tuigtypische hengst met heel veel hardheid. De hals staat er goed op, maar komt iets diep uit de borst weg. De hengst heeft een hele goede schoof- en schouderpartij en beschikt over een opvallende sterke bovenlijn. En in beweging klimt de hengst er zeer goed in. Het voorbeen heeft zeer veel actie, waarbij het zweefmoment nog iets groter zou mogen zijn. Het achterbeen is zeer sterk en de hengst heeft een grote drang naar voren. Het verwantschapspercentage is laag tot gemiddeld. Proficiat voor de fokkers en eigenaren. En heel veel succes tijdens het verlichtingsonderzoek. Dankjewel, Lamartel. Premie Hengst, de nummer 728 op Brian H.J. Fok bij de Winnie Bloemert in Staphorst. Hij is dit op naam van Frank Sagers in Weesburg. Voor de fokkers de premie van de vrienden van het KBPN. En dat ligt er niet om. Check van 1000 euro uitgereikt door KBPN bestuurslid René van Proosten, bloemetje erbij. Nou, natuurlijk nog even tijd voor de fotograaf om een mooi plaatje van te maken. Freek nog maar even iets dichter bij de hengsels kan. 3 premie hengsten maar liefst. Geluk mensen, co-op van de hengsten currycommissie. Even opstellen. Ja. Voor de foto. Freek, gaan we nog iets dichterbij staan? Anders zien we de hengst wel op de foto en jou niet. Jullie horen bij elkaar. Even deze kant bekijken, Freek. Ja, goed zo. Mooi. Oortjes erop. Leuk, Freek. Kan die? Goed. Freek gaat nu wel, zou ik zeggen, want we gaan de eerronde maken met de premiers. O'Brien H.J. van de Kiek BFT. Mano Renovo. Hier is die mensen. Doen we nog even mee. Thank you.
Ja. Zo, één keer weer klappen. Mooi, dat was de primering van de tuigpaardheksten. Dan even naar de commercials, dan even naar de studio. Straks komen we bij hem terug.